Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Overleven met Robin Vincent. Dit is aflevering 22 voor de mensen die het niet weten en niet kunnen tellen. En ook niet in de titel kunnen lezen dat het 22 is. Tot na het intro. Daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Robin en Vincent. Zo, wat een mooie intro. En ben je nog steeds bang voor witches, Robin? Een beetje. Is nog niet gedempt, jongen. Jij komt ook nooit over dat trauma heen. Nee, echt hoor. Jammer. En we zijn bezig met het bouwen en... Nou, een beetje verbouwen ook, hè? Mag ik het ook wel noemen? Een beetje bouwen en verbouwen aan een verbeterde... Ja, een mooiere farm. Dus een mooiere gebied. Maar ook, zeg maar, dat we meer protectie hebben op onze farm. Want er werd voornamelijk veel dingetjes gejat. En dieren gedood. Ja, en vooral dieren gedood. Dus Robin, jij gaat waarschijnlijk deze aflevering... Oh, daar ben je allemaal bezig. Een dak maken, inderdaad. Een mooi farm voor de koetjes. Dat zullen ze fijn extra vinden. Extra laag. Dat zullen ze fijn vinden, denk ik, hoor, die koetjes. Ja, en die kippen ook, hoor. Alle dieren. Alle dieren? Maar je wilt toch geen dier weg? Maar het dak gaat er dan wel mooier uitzien, denk ik, nog, hoor. Oh. Of wordt het zo plat? Ja, ik heb het extra zo laag gedaan, want ik denk, dan kom je er ook moeilijk onderdoor met de hekjes. Ja, dat hoop ik. Ja, inderdaad, ja. Nee, dat heb je heel netjes gedaan. Oké, dan ga ik hier, dan maak ik hier nog even het pad verder, want wij zijn inderdaad bezig met het mooie maken van de farm. En het lijkt me leuk om hier een trappetje naar boven te maken. Kijk hoor. Heb jij toevallig sters bij, Robin? Nee. God damn it. Cobblestone stairs of zo. Nee. Je kan ze ook maken. We hebben heel veel cobblestone. Kijk, dat is mooi. Daar hou ik van. Hey, anders ga ik gewoon. Maak ik ze gewoon even zelf. Oh, trouwens, dat ben ik nog vergeten te zeggen in de aflevering. Dus mensen hebben heel spontaan heel veel bordjes neergezet. En het leek me leuk om even snel die bordjes te slopen. Oh. Ja, maar dan hebben we weer signs. Ja. Ja, nee, okay. Maar we gaan ze wel lezen. Leuk huis hoor, groetjes Koshi. Oké, thanks. Koshi. Quincy Rijk is dat. Oh. Even kijken hoor. Oh. Robin Naughty. Leuk huisje en veel beesten, always Koentje. Leuk huisje. WVG, dat is Woutje. Dat is Wout, even kijken. Leuk huisje hoor, leuker als op YouTube. Snuffy. Oh, leuk huisje, leuker dan op YouTube. Nou, dat is cool. Oh. En, hey. Ik kijk uit naar aflevering Kasteelvuur. Ik kom binnenkort met cadeautjes. En voor. Het staat hier in chest, Roey? Ja? Ja, er staat hier in chest. Ik weet niet, we gaan het kijken. Ik heb wel de bord, ik heb ze wel gesloopt, de signs. Ik ga nu kijken. En ik ga hem nu openen. Oh. Helemaal niks! Oh! Helemaal niks zit erin! Liar? Zo. Ik heb helemaal niks, hoor, Roey? Allemaal voor mij! Nee hoor, we hebben 3 diamonds gekregen en 7 iron, dus die voegen we toe aan. We hebben nu 33 iron, diamonds, hè? 33? Ja, ik ga wat aardappelen koken. Zo. Ja, we hebben aardig wat, ja. Wacht, ik pak wat kool. Al eerlijk verdiend. Ja, nee, dat wel, nee, sowieso. Maar ja, nu niet meer eigenlijk, omdat ons grote vriend... We hadden er 5 gevonden of zo. We mogen ook wat kool weer gaan zoeken binnenkort, denk ik. Want we hebben niet meer zoveel kool. Ja, we hebben nog 1 kool. 1 kool, precies. Nou, nu niet meer. Nee, helemaal niks meer. En ik gooi mijn aardappelen erin. En die ga ik gelijk even braden. Kan ik me niet voorstellen dat we geen kool meer hebben. Echt waar? Er zit echt niks meer in. Of het zit misschien buiten nog in de... Zou ik eens gaan kijken? Of, Nee, anders kijk je even. Dan haal ik even wat sters. Maar ik moet er toch naartoe. Ik kijk wel even. Okay. Hey, anders kijk ik wel eventjes. Kijk wel eens even. Nee, maar... Het is misschien beter als ik nog even kijk. We hebben toch een kool? Hebben we een kool? We hebben toch een kool? Met torches. Nee, ik zie wel 36 torches. Ook niet? Volgens mij niet hoor. Echt niet? Volgens mij niet meer. Cent? Wat? Nee, we hebben voor mij overal alles in torches. En dat in... Hey, je mag kijken. Hier hebben we nog... Oh nee. Nee, we hebben echt niet meer. Dat was er zit toch in die furnace hartstikke veel? Kijk eens in die furnaces. Ja, die heb ik allemaal volgedouwd. 4 stacks. 5 stacks of zo. Oh, je dat dorp is. Dat is waar. Dan ben je... 87. Ja, jij wel. Nou.
Samen Pookie Wookie. Wat zou ik nu doen? Kijk, ik moet zeggen, weet ik niet wat je gaat doen. We hebben trouwens een paard gekregen volgens mij van Camilla. Want het paard heette Van Camilla. Nee, echt? Ja. Oh wauw, dat is echt fantastisch. Oh wauw, dat is lief. Cute. Hey, maar ik vind het jammer dat we nooit eens een paard krijgen van iemand. Nee hoor. Hoe kom je in cobblestone? Graaf, ik weet het. Wacht, ik pak wel even snel wat steentjes, want ik heb geen zin om helemaal terug te lopen. Ik denk dat het nog sneller is als ik hier wat cobblestone heb gejat. Van buiten, zo. En ja, ik heb het. Nou, ik denk dat dit sneller was dan als ik weer helemaal naar het huis terugging. Zo. En dan ga ik ze hier plaatsen, ja? Zo, heb ik. Oh, nu ben je wel weer, Steve. Kijk, en dan hier maak ik een pad van cobblestone ook. Dus dit ga ik uitgraven. Nee. Wat cobblestone? Wat zeg je? Wil je wat cobblestone? Ja, heb je? Nee, maar ik kan even halen. Oh. Ik vrees dat we niks meer hebben, maar dan moet je even kijken. Vrees je dat? We hebben een halve chest. Oh, Robux is weer wat heel raars aan het doen. Die is weer aan het stoeien of zo. Ik weet niet wat die is. Misschien is hij in de netherrack of zo. En ik ben benieuwd, want Erik... Die zou ook nog langskomen vandaag. Hij had me gebeld. Dat heb ik nog niet gezegd tegen jou, Roy. Nee. Erik heeft me gebeld. Robex, hou eens op. Ik krijg alleen maar meldingen beneden. En mijn... Kier, zijn hartstikke snel op, mijn schoppen. Die zijn hartstikke snel op. Ja, moet je zo'n een keer van iron maken of zo? Waar had je zo'n gemaakt dan? Of had ik die gemaakt? Ik heb je één gegeven. Wie gooit er nou met... Oh, dus die gozer zit gewoon te zaniken daar. Kasteelvuur zit natuurlijk met zijn pijl en boog. Oh. Heb je nog een... Het toch niet. Heb je nog een cobblestone? Nee. Ja, ik heb nog een stek. Hier. Oh, mooi, ja. En heb je ook een spade nog? Nee. Oh jee. Kom, we hebben een spade nodig. Oh jee. Robex, hou eens op. Ik krijg alleen maar meldingen van je. Waarschijnlijk zit hij in de nether. Kom uit de nether en ga lekker spelen, Rubik's. Hou het ons wel, stiekem. Waardevolle spulletjes. Daar zit natuurlijk... Ja, ik maak wel één van eieren. Nee, wacht. Twee dan. Daar heb ik tenminste wel genoeg. Ik heb ook... Oh, ik heb ook geen sticks meer. Omdat ik natuurlijk... Oh, shit. Ik heb alles... naar fences heb ik gedaan. Oh, echt? Alles? Ja. Nee, we hebben nog wat hout. Nee, we hebben nog... En ik heb nog nieuwe aardappeltjes. Ik heb wat aardappels gekookt. Oh, wat leuk. Nou, eerder lekker. Lekker. Nou, we hebben best wel veel vreten, joh. Maar waarom zitten de paddenstoelen bij het eten? Ja, die kun je ook eten maken. Oh, zo. Oké, sugar ook. Oké, ja. Het regent. Ja, zonnestralen. In mijn broek regent het ook. Kijk. Hebben we nog... Hebben we nog wood? Even kijken. Oh, we hebben nog... Kijk hoeveel stacks dingen we nog hebben. We hebben 4 stacks sticks. Oké, dat moet gaan lukken. Zo, en doe ik hier nog. Oké, ik heb 2 spades van iron. Daar moet ik wel even mee door kunnen gaan. Padden! Zegt u? Padden! Nou, ik ga lekker in het vieze weer. Ga ik even lekker bouwen. Echt, ja, het is niet anders. Ja, ik kan er niks aan doen. Ga je eigenlijk gewoon lekker voor de tv zitten? Ga jij voor de tv zitten? Nee. Mannen moeten werken, hè? Oh my god! Het is er. Kasteelvuur. Hé, wacht eens even. Ik dacht, Roy, zo die zijkant ook met. Oh, what the fuck? Ik hoor wat. Hoor ik? What the fuck was dat? Hoe is er binnen? Oké, kom eraan. Disturbing. Ik hoor wat, ik kom. Ja. Ik weet niet. Huh? Kun je gaat er eens af? We komen hier binnen! Hoi! Dit ligt hier in! Hallo, huh? Erik. Huh? Hallo. Oh, wow. Oh. Het regent. Waar was je al die tijd? Hallo. Hier. Hey. Mijn bed. Dat is weg. Ja, ik lag te slapen. Oh, wauw. Ja, hier... dit had ik nou ook niet verwacht. Hoe lang zit je hier al? Oh jee. Dat is niet leuk. Ik zit hier. Nou ja, ik een paar dagen lag ik te slapen.
Oh, lekker. Ja. Oh, wauw. Ik heb hem niet gezien. Nou, kom niet er gehoord. Naar buiten. Ik ga er zitten allemaal mensen in ons huis en ik weet niet hoe ze naar binnen zijn gekomen. Komen ze binnen dan? Dat weet Iemand ik niet. Heeft de deur open gelaten. Kan niet anders. Ben jij onze waakhond, Erik? Nou, dan moeten ze allemaal weg. Weg, weg. Nee, Jens. Kijk, hier heb je Jens. Jens. Oh, die heeft ze allemaal binnen gelaten natuurlijk. Jens. Dondersteen. Yes. Oh. Jens, Dondersteen. Kostel, hup, naar buiten. Hup, weg. Kiki, naar oh. buiten. Weg. Buiten, nou, maar, buiten. Oh, dat is de verkeerde kant op natuurlijk. Zo, hup, wordt mij allemaal. Dood gemaakt. Oh. Ah, rennen! Ah, spinnen! Oh, dat ben ik creeper! Oh, ja, gaat goed, doe lang weg, doe lang weg! Het is niet oh, veilig buiten. Oh, een redje vanuit het dak. Nou, gaat goed hoor. Kasteeluur. Jens is dood. Ja, ja? Gaat goed. Doodgemaakt door een Oh, dat is niet... Dat is zielig. Kan je het lachen? Robby, ja. Doe een regendans of zo. Oh, gaat spontaan worden dag ineens. Echt? Oh, nou, wow, wat fijn. Wauw, je hebt echt goede regendans gedaan. Wow. Ja, goed hè. Oh. Strontregen. Als er één ding in scheidekon hebt, dan is het die strontregen. Ik krijg spontaan darmproblemen van. Nou. Oh, iemand zit er blokjes te gooien. Hou eens op, kasteel. Al die objecten. Hier, ga lekker weg, jongens. Nee, ga niet. Span. Hup. Jongens, ga geen Span. Troep gooien hier. Kiki, inderdaad. Zo, oprotten. Nou, huppakee. En wow. Stay away from here. Even kijken hoor. Chest. Wol. Ik zoek even een decoratie wat we aan de zijkant kunnen plaatsen. Ik denk dat ik dat hout ga gebruiken, Roy. Wat we over hebben. Oh, ik heb trouwens nog meloen. Dat zijn even meloenzaadjes. Meloenzaadjes? Ja, dan hebben we... je kunt uit meloen... Meloenzaadjes halen. Joh, meen je dit? Echt. Wauw. Als ik jou niet had, dan hadden we nooit meloenen kunnen kweken. Ik heb tot twee. Nou... Oké, ik ga hier eventjes wat moois maken, Roy. Ik zou je niet teleurstellen. Ik vind dat deur er wel leuk uitzien hoor, de gras. Maar ik maak er woed van. Oké. Ik denk wel grappig om zoiets te maken in plaats van normaal dirt. Ik vind dat zo goedkoop. Kijk, dus wat ik hier ga plaatsen. Hoe staat het met de dieren trouwens? Want ik heb niks meer gehoord. Ik hoor ze ook niet meer echt. Kunnen ze nog wel ademen in dat kleine kamertje wat je hebt gemaakt? Oh! Nou, ja, dat is gewoon... zeker. Ja, nee, dat hoop ik. Ik heb weer woed nodig, Roy. Ik denk dat we dadelijk echt flink op pad moeten gaan en woed. Erik? Ja. Heb jij wat te doen? laat me raden. Wil jij ook woed? Ook woed? Ik wil ook wel woed. Jij wil ook wel woed. Ja, heb jij toevallig nog wat in je kastje liggen? In mijn kast? Ik heb allemaal cobblestone. Stone brick letters. Is ook welkom. Oh nee. Ja, want je hebt wel nog geen huur betaald. Dus, ja. Ik heb heel veel cobblestone. is dat ook goed? Ja, dat... Maar ik ben ook Steve. Is dit niet Steve? Nee, Erik zie ik gewoon normaal als kind. Ik zie alleen ik jou niet Steve. In... Ik ga wel ook woed hakken. Ik ben. Is goed. Ik weet wat me te doen staat. Cool. Nou, die is ook weer zoet. Nee. Tom, ta dom, ta dom. Zo. Ja, ik heb natuurlijk uren bij kunnen slapen, dus ja. Dat vanzelfsprekend, Erik. Vanzelfsprekend. Zo, kijk, ik ga eventjes dit allemaal mooi maken. Hallo, Roy. Hallo. Hoe vind je dat met dat woed? Dat ziet er wel leuk uit, toch? Zo. Ja, leuk. Dat is weer eens wat anders, hè, dan dat standaard dirt. Talk dirty to me. Nou, zie je Ja, veel woed inderdaad. Ik weet het, maar dat kunnen we nog aanpassen later. Kijk, ik heb dat gele, dat... Ik heb ook woed nodig, overwood planks. Ja, dat is wat ik... Ja, het is inderdaad veel woed, hè. Ik denk niet dat we meer woed moeten gaan gooien op de farm. Dat we weer met andere dingetjes moeten variëren, denk ik. Ah, het ziet er wel leuk uit, die farm zo. Het ziet er wel heel cute uit. We hebben hier nog een rij, Roby. Kun je nog hakken. Oh, hakken. Ja, zeg maar...
Kijk, je kunt nog aardappeltjes neerzetten aan de zijkant, zie je het? Uh-huh. Ja, we hebben genoeg eten, joh. Dat is echt ongelooflijk. Ik kom van een heel weeshuis kan je het eten geven, geloof ik. Nee, maar dat is geen geintje. Dat is echt bizar, joh. Zo, jij had cobblestone, Erik? Ja, dat heb ik. Kijk in de cobblestone chest dan. Er ligt hartstikke veel. Echt? Oh, we hebben echt nog heel veel. Oh, oké. Nou dan. Oh, laat dan maar zitten. Ook woed? Ook woed toevallig? Dat zou ons heel goed bij helpen. Ja, maar dat zou Erik doen. Hebben we gewoon niet meer. Ja, ik ben bezig. Oké, Kijk, dat is lief. Hop. Kijk hoor. Hier maak ik een pad naar boven. Zo. Overstroming! Nee, oh! Ja. Het is goed. Kijk, Robby. Het is nou mooi, hè? Alleen, ik heb alweer een foutje gemaakt, zie ik. Want dit wordt natuurlijk zo. Dus dan hoort dit geen sterren te zijn, maar dan hoort dit natuurlijk ook kopstroom te zijn, ja. Nee, gewoon zo. Hoppakee. Dat sluit mooi aan. Ja, ik vind het waterriviertje zo leuk hier staan. Maar we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Want ik wil het wel bewaren, maar dan moeten we het opplaatsen. En anders doen we wel... dan verplaatsen we het gewoon. Even kijken hoor, ik pak wel wat dirt. Daarom heb ik die dirt meegenomen om weer een dingetje op te vullen. Zo. Hop. Zo, kijk eens. Dit ziet er al veel beter uit zo. Oké, ik ga hem nog eentje kleiner maken, dat riviertje. Maar niet al te klein, want dan hebben we daar geen riviertje meer over. Maar ik ga hem wel uitbreiden nog dadelijk. Anders is het zo'n gaar riviertje, weet je wel. Ziet er niet uit. Ja. Okay. Dan maken we dat pad maken we verder. Dat gaat hier naar boven zo. En dat loopt dan daar naartoe. Naar hier zo. Waar zijn jullie? Maar je wil dat eigenlijk meer beschermen. Maar dan nog. Nu maak je het juist vrij open. Ja, nee, daar buiten komt nog een ding, hè. Daarbuiten komt nog een ring. Dit is voor ons. En dan daarnaast komt nog een uitbreiding nog dadelijk. Ja, dat wordt wat. Ik heb een heel strak leuk idee. Vertrouw me dan. Robby, vertrouw me nog een keer. Nou, ik weet dat het moeilijk is, maar zo. Ah, daar. Kijk eens. Hallo. Kijk, oh my god, als je cobblestone hebt ook. Oh, ja, ik heb zelf stone bricks voor je, maar ik heb ook een heel stack cobblestone, nog een stack cobblestone. Weg, inimini, dat zijn mijn cobblestones. Ik heb hier nog wat anders voor je, moet je dat eens bekijken. Oh, kijk, oh, dat is cute. En natuurlijk het beloofde oakwood. Kijk nou, Erik, helemaal dingen zit vol, dan krijg jij de rotten flesh en de bones, ja? Top, yes! Oh, nou, vind ik een mooie trade. En ik heb mijn huur weer betaald. Nou, dankjewel. Prettig zaken met u te doen. Ja, altijd. We komen niet. Zeker. Voor de mensen die het hebben verstaan, toets 1. Oh, echt? Sorry. Ja. Ik verstond het even niet. Maar de mensen die nu naar Robby Games kijken... Waarschijnlijk mensen horen me nu wel. Die horen nu wel, inderdaad. Dus wil je weten wat Robby heeft gezegd? Kijk gewoon op haar kanaal, Robby Games. Hier zitten Quincy, Rijk en Kasteelvuur weg. Die zit op een slaapkamer. We hebben een woonmuur gezet, joh. Nee. Apen. Ik weet het zeker. Jawel. Jawel. Niet nee klikken. Gewoon naar de spanten ben je dan, hè? Ja. Weg. Hoe komen ze dan hier steeds binnen? Ja, ik snap het ook niet. Ik snap het niet. Echt niet. Mag ik het thuis zien? Zeg in die mini. Dan moet je de video's kijken in de mini. Nee. Mensen, we gaan de video afsluiten. We zijn al heel lang bezig. Niet dat dat zo erg is, maar de volgende aflevering gaan we zeker verder met deze bouw van het beschermen van dit pand. En dus wil je ook kijken hoe het van Roy's perspectief is, kijk dan even op haar kanaal. Dat is namelijk Ik ben Roy, het meisje. Ja. Is haar kanaalnaam. Niet. Nou... Doei, doei. Doei.